sinds wanneer kan je hem niet meer in die kruising krullen? Ik bedoel, wat is dat? Nou, dat lukt nog wel hoor. Doe dat dan. Jij wou toch niet stoppen? Als je er niet stopt, boem. Ja, toen zei ik, wie moet er mee? Ja, toen zei jij... Wie moet er mee? Toen zei jij, advocaat moet mee, zei jij. Ik vind het zo moeilijk, want je stoot altijd mee. Toen later, toen ging jij dat even wijzigen. Toen zei je, nee, Cruijff moet mee. Ja. Maar nou gaat Cruijff weer niet mee. Dus nu moet jij ook... Dus moet advocaat mee. Dan moet jij je standpunt... Dan moet jij je standpunt dus weer wijzigen. Dus wanneer kom je nou met die vrije trap? Ik zit te wachten. Ja. Ja, wel zo'n lullig strafschoppie. Oké, tot je dienst. Je moet het er ook in. Ja, oké, maar dat doe je gewoon. Dat doe je niet gewoon. Ja, een strafschop is een bijbaantje voor jou, dat is werkelijk. Ja. Maar die vrije trap, ik heb hem nooit meer gezien, man. Wat is er mee gebeurd? Ik zie op vakantie, wat is er met die vrije trap van jou? Je kan toch gewoon zeggen van, ik wil wel of niet met de KNVB? Nee, dat zeg ik niet. Dat zeg jij niet? Nee. Maar jij bent toch de aangewezen man om dit te gaan doen? Ja, dat zeg jij. Ja, dat zeg ik, ja. Ja. En jij denkt dat ook. Je kan het altijd mooi vertellen, jij, hè? Ja, geweldig. Wie weet, moet misschien zeggen, wel. Ja. Hey, generaal, zoek het lekker uit met je gelul. Ik ga lekker bij Barcelona kampioen worden en kan jij de kleren maken. Misschien was dat het beste geweest. Ja, natuurlijk. Ja. Wie wordt er nou kampioen, hij of jij? Ja, dat is waar. He? Maar dat zeg je niet. Dat zeg jij ook niet tegen Michels. Ja, natuurlijk wel. Ja, natuurlijk wel. Oh nee? Wat heb je nou? Wat heb je nou? Heb je en geen kampioenschap meegemaakt? Halve finale, Zweden. En geen Europees kampioen? Heb je van allebei niks? Finale, Zweden. En heb die bolle generaal zijn zin gehad? Ben je nou allemaal personen? Dat vind jij ook? Zo veel mogelijk moet je altijd mensen op zijn plekje neerzetten waar ze bij een club ook spelen. Oké. Ronald Koeman is goed bruikbaar. Ja. Nou ja, pardon zeg. Nee. Ronald Koeman is nog goed, maar... Ronald Koeman is niet meer de Ronald Koeman van de Barcelona de eerste jaren. Nou, dus die krijg ik niet meer te zien? Nee. Oh. Dan ben je nu te laat. Dan staan we hier. Met de bondscoach. Ja, ik heb het toen gezegd dat je het zou worden. Ja, heb je. Had je goed gezien. Justin. Ja. Hoe is het met je? Goed. Een bal. Ja. Met mijn handtekening. Ja. Waar staat hij, die handtekening? Hier. Even kijken. Hier. Hij heeft de handtekening erop gezet op de bal. Hier, en nog wat? Nummer 4. Ja? Voor jou. Bedankt voor de t-shirt en ook bedankt voor de bal. Oké, Justin. Ja. En veel succes, hè? Ja. Dat je maar een grote voetballer mag worden. Ja, jongen, dat was het voor wat, hè? Ja, dat is een mooi afscheid, hè? Oh, wat een prachtig afscheid. Ja, kon niet mooier. 5-1 winnen, ja. Tweede worden en zo'n eerbetoon van het legioen. Ja. Kan niet beter. Ja, Feyenoord forever, ja. Zei je. Als je eenmaal binnen bent bij deze club, dan blijf je dat voor je hele leven. Het is moeilijker, ja. Maar als je hem wel goed over de muur heen krijgt, dan heb je ook meer kans dat hij erin zit dan in de lange hoek. Omdat de lange hoek... Ja. Mag je in principe nooit in, want daar staat de keeper. Aha, oké. Johan zegt ook altijd, de eerste moet je altijd keihard in de muur schieten. Ja? Als de eerste vrije bal komt, moet je gewoon alleen in de keihard in de muur schieten. Dan zit de angst er goed in. Ja, dan denkt hij bij de tweede keer gaan ze misschien toch iets naar links of iets naar rechts. Ja? Of bukken ze wat meer. Ja. Met je, we lopen er niet overheen. Nee, we lopen er niet overheen. Bel. Nee, Harry. Weg Argentijn. Zo gaat hij. Kwartfinale WK. Goede tegenstanders, loop je niet overheen. Ronald Koeman, leg je er nou eens bij neer dat we wereldkampioen worden. Leg je er nou bij neer. Het zijn feiten. Het is niet eens van, ik gok het. Het is een feit. Er is geen ontsnappen aan. Wij worden het. Ja, weet je, volgens mij is het ongeveer zo in Nederland. Heb je de koning en dan 2 de minister-president. En op de 3e plaats de bondscoach. Nou, dat is wel het feit natuurlijk dat je coach van het land bent. Ja. En dat is altijd groter dan van wat dan een club. Ook, ja. Ja. Het enorme erebaan. Ja, nou ja, zo voelt het ook wel hoor. Ik moet zeggen, ik ben er wel trots op. En dat probeer ik ook uit te stralen. Dat zou maar zijn, ik zou er zeker maar trots op zijn. Ja. Ja.